Superleuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video. Ik heb aardig wat spulletjes gekocht bij de Action. Ja, voor mijn gevoel heb ik echt gewoon superveel geshopt. Echt de halve Action. Wat natuurlijk helemaal niet kan, want de Action is gewoon huge. Met zoveel mooie producten. En ik heb er weer een aantal van gekocht. En die ga ik je vandaag laten zien. Ik ga je als allereerst laten zien wat ik in deze tas heb. Ik neem altijd zelf een tas mee naar de Action. Omdat, ja, tegenwoordig betaal je gewoon voor plastic zakjes. Daarnaast is het gewoon slecht voor het milieu en zo. Dus probeer ik me daaraan te houden. Maar toen zat de tas vol. En vol is vol. Dus toen heb ik gewoon een zakje, een tasje erbij moeten kopen. Als allereerst waren de wattenschijfjes weer op. Dus kocht ik weer nieuwe. En deze koop ik eigenlijk altijd bij de Action. Want die vind ik gewoon echt super fijn. Dan had ik ook een anti-slipmat nodig. Omdat we een badmat hebben. Of ja, eigenlijk een badmat. Maar die is gewoon van stof. En die gaat dus gewoon, die plaatst gewoon heel erg snel over de vloer heen. En toen dacht ik, ja, als ik er nou gewoon een slippertje onder leg, dan blijft hij gewoon waarschijnlijk beter liggen. En het is gewoon super handig. En deze anti-slipmat kostte 50 cent. En hij is dan 30 keer 1,50 meter. Ook kocht ik deze penselen van Eik. En dit zijn 12 van die schilderspenselen in zo'n koker. En deze waren 2,99 euro. En waar ik penselen voor heb gekocht, heb ik natuurlijk ook verf gekocht. Als allereerst deze Home Deco decoratieve hobby paint. En deze leek me wel handig om gewoon spulletjes mee te verven. Gewoon bijvoorbeeld DIY projecten of wat dan ook. En deze hobby deco verf bevat 250 ml voor 1,99. Dan kocht ik ook deze waterverf. En dit is ook, oh, dit is van Bleiswijk. Ik dacht ook van Van Eyck, maar nee. En hier zitten heel veel mooie kleurtjes in. Even kijken, 12x12 ml. Deze kostte 1,69 euro. En die waterverf kocht ik ook niet zomaar. Want die kocht ik eigenlijk, oh, ik laat het verkeerd omzien, voor dit blok. Ik hoop dat jullie het kunnen zien dat het niet overbelicht is. Als ik hem zo houd, als het goed is wel. En dit is zo'n zo'n schildersblok, zeg maar. En wat je dan doet, is dat er een soort verborgen tekst dus staat. Wat je hier ook al ziet op de voorkant, is, even kijken hoor, zo. Dat er gewoon een afbeelding staat, bijvoorbeeld stories. En als je er dan overheen gaat met verf, dan komt er te staan True Stories Never Ends. En dat leek me gewoon heel erg leuk. Met name om bijvoorbeeld in een schilderij te plakken of wat dan ook. Gewoon super leuk. En hier heb je bijvoorbeeld, ik denk niet dat jullie het kunnen zien. Maar hier staat bijvoorbeeld op Keep Calm and Create. Dan staat hier, heb je eentje met allemaal van die gouden, gouden vakjes. En ik denk dat de bedoeling is dat je die dan gewoon inkleurt of zo. Ik weet het niet. En zo heb je er nog meerdere. Hier ook weer goud. En dan zie je ook weer zo'n zo'n stukje ertussendoor, zeg maar, wat een beetje transparanter is. En waar je dan verf overheen aanbrengt. En dit blok kostte 1,59 euro. Dan wil ik nog met mijn vader op fietsvakantie gaan voor een weekendje. Gewoon gezellig samen ergens heen fietsen. En dan overnachten op een camping in een tentje. En dus kocht ik daar alvast voor een travel towel. Dus een handdoekje, een reishanddoekje. En dit zijn van die microvezeldoekjes, zeg maar. Die zijn dus heel erg lichtgewicht. En daarnaast gewoon heel compact. En hij kost 1,95 euro. En hij is dan ook volgens mij best nog wel groot. Even kijken. Yes, gewoon echt zo'n zo'n badhanddoek, zeg maar. Dus die is ideaal voor op reis. Ook gaan wij binnenkort op vakantie. Als jullie deze video zien, dan zijn we denk ik of op vakantie of net op vakantie geweest. En het leek me wel handig om voor mijn camera een anti-slipmatje in de auto te zetten. Want we gaan namelijk op autovakantie, we gaan naar Italië met de auto. En dan wil ik ook gewoon onderweg kunnen filmen. Dan mocht je mij nog niet zo lang volgen, ik vlog dagelijks ook op dit kanaal. Behalve op woensdag en vrijdag, dan komt er een andere video online. En dit anti-slipmatje kostte 79 cent. Dan kocht ik ook nog heel veel andere dingetjes voor do-it-yourselves. Dit soort, dingetjes allemaal. Als allereerst deze houten frames. En die leken me heel erg leuk. Omdat ik ook een doosje had gekocht. Die ga ik jullie zo ook laten zien. En die wil ik dan gaan schilderen, een kleurtje gaan geven. En dan een van deze houten frames erop plakken. Super leuk, want er staat zeg maar eentje met een parfum erop. En eentje met een lipstick erop.
Als je bijvoorbeeld je parfums in een doosje wil bewaren of je lipstick, dan is dat wel heel erg leuk en toepasselijk. Ook kocht ik 2 van die pakketjes met strijkemblemen. En ja, je ziet gewoon nu momenteel, het is gewoon super hip en trendy om iets te hebben. Een bomberjack bijvoorbeeld of een blouse met van die patches erop. En deze vond ik wel heel erg leuk uitzien. Met name deze. Bij deze vond ik de flamingo echt super tof. En bij deze vond ik gewoon alles ook wel grappig eruit zien. Dus misschien dat ik die ergens nog binnenkort op een kledingstuk ga vast. Niet naaien. Deze kun je dan gewoon met strijkijzer erop plakken. Dus helemaal simpel. Maar ik denk dat ik ze wel binnenkort ga gebruiken. En daarnaast kocht ik ook nog van die plakparels en plaksteentjes. En deze waren ook bij de 50 cent per pakje. Ook kwam ik deze glasplaat nog tegen. En die vond ik ook super leuk en schattig eruit zien. En met name ook gewoon om de tekst die erop staat. En dat is whatever you decide to do, make sure it makes you happy. En dat vind ik toch wel een hele mooie toepasselijke quote. En dit vind ik gewoon super leuk om ergens neer te zetten ter decoratie bij. Zodat het gewoon net wat meer sfeer krijgt. En deze kostte 95 cent. We hebben een aquarium en die vissen krijgen altijd visvoer. Alleen krijgen ze niet gewoon visvoer, ze krijgen echt voor tropische vissen. En dat kun je alleen vaak kopen in een dierenwinkel. En nou zag ik dus dat ze bij de Action het gewoon ook verkochten. Gewoon voor tropische vissen. En daar was ik toch wel heel erg blij mee. Want deze kostte maar liefst 79 cent per dingetje. En normaal kosten die dingen echt in de winkel 4 tot 6,95. Dus dat scheelt echt een hoop. En ik zag ook dat ze eruit gingen. Dus ik dacht, dan neem ik er helemaal gelijk 2 mee. Dan kunnen ze echt even goed vooruit. Ook kocht ik nog deze notenmix. En dit is met cashewnoten, amandelen zie ik. Walnoten. Zie ik nog meer pinda's. En allemaal ongezout. En dit is 180 gram voor 1,89 euro. Deze is leeg. Gaan we door naar deze. Ook al bij de etenswaren deze limoenolie tegen. En die was er gewoon al bijna op. Er stonden er nog maar 2. Dus was ik heel erg blij dat ik hem mee kon nemen. Want ik ben echt dol op limoen. En dit is 500 milliliter voor 1,79 euro. Dan vertelde ik jullie nog dat ik dus een houten doosje had gekocht. En dat is deze. Dit doosje. Dit is zo'n deco doosje. Wat je, waar je gewoon zelf iets leuks van kunt maken. En die is 1,89 euro. Maar ik dacht, oh, dat is 1 doosje. Er zit nog een doosje in. Dus dat is helemaal leuk. Heb je gewoon 2 doosjes die je helemaal zelf kunt decoreren naar jouw eigen smaak. Dus hier wil ik binnenkort wel iets leuks mee gaan doen. Ze lekker oppimpen, verven, met die steentjes versieren. Of met bijvoorbeeld dat houten embleem met die lipstick erop. Lijkt me wel heel erg leuk om hier iets moois van te maken. En het laatste item waar ik super blij mee ben ook is deze plank. Deze kost 4,95 en is echt super mooi in je huis als decoratie item. Ik wilde deze heel erg graag hebben omdat ik nu die do-it-yourself had gedaan met schelpen. En daar zie je in de, in de eerste en tweede do-it-yourself dat ik dus een schelp met een kaars had gemaakt en nog zo'n zo'n glazen pot met water en schelpen erin en een plantje. En het leek me wel heel erg leuk en toepasselijk om dat op zo'n zo'n houten plank neer te zetten. Zo'n soort boomstam schijf ding. En deze vond ik er super mooi uitzien. Dit is meer zo'n platte kant, maar mocht ik hem een keer om willen draaien, dan heeft hij ook een beetje zo'n robuuste kant. En dat vind ik er ook wel heel erg leuk uitzien. Dus ik ben hier echt super blij mee. En dat dus voor 4,95. En dat is alles wat ik geshopt heb. Echt super veel voor in huis. Maar ja, ik ga dus weer eventjes lekker vooruit. Ik hoop dat je deze shopvlog leuk vond. Ik wil je hartelijk bedanken voor het kijken. En ik zie je heel erg graag weer morgen terug bij een nieuwe vlog. Doei!